Bonjour et bienvenue. Het wordt een hele belangrijke week deze week. We gaan deze week van naam veranderen. Wij stonden erop om jullie de première te geven. Si on prend la photo de cette entreprise il y a 5 ans et on prend la photo d'aujourd'hui, c'est devenu une entreprise complètement différente. Heel veel nieuwe mensen, een compleet andere dynamiek, een andere aandeelhouder. Als we weten waar we voor staan en waar we voor gaan, dan gaan we samen de nieuwe naam onthullen. Namur, tu es là? Rick? Bonjour Geert. Hey. Sam, zijn je daar? Tout va bien chez toi. Tout va bien. Encore une fois, Namur. Onze doelstelling is de modal shift. Wij willen ervoor zorgen dat het transport dat nu met een truck gebeurt, dat gaat shiften naar het spoor. Als wij erin slagen met z'n allen om die trucks van de weg te halen en meer spoor te gaan doen, dan gaan we bijdragen aan de mobiliteit. Dan gaan we bijdragen aan het klimaat en dan gaan we bijdragen aan het concurrentievermogen van onze industrie. Wat moeten wij nu echt doen om modal shift te laten gebeuren? Wel, dat is dusdanig goede spoorproducten aanbieden dat onze klanten meer volume op het spoor kunnen brengen en de modal shift kunnen realiseren. Maar op zich is ons huidig productaanbod onvoldoende om duurzame groei en modal shift te realiseren. Vandaar dat we een nieuw concept hebben uitgewerkt. Jullie kennen het allemaal. Het Green Express netwerk. Wat gaan wij doen om de modal shift te realiseren? Wat gaan wij doen om duurzaam en rendabel te groeien? Vol een bak inzetten op de GXN. Dat is wat we gaan doen. Il y a trois éléments qui sont hyper importants. Premièrement, on a notre esprit d'équipe. On est tous ensemble, hein? Tous les départements sont là, même les gens de Air France, etc. Bientôt on aura des gens en Allemagne, on est déjà deux personnes aux Pays-Bas. Si tous ces gens-là, on se réunit et on travaille d'une manière ensemble, avec cet esprit d'équipe, on peut faire des dégâts. De l'autre côté, un peu d'entrepreneurship. Il faut qu'on réfléchisse sur de nouvelles initiatives, de nouvelles idées. Il faut oser n'importe quoi pour faire réussir. Et de temps en temps, on va se casser la figure. C'est pas grave, on se met debout et on fonce de nouveau, on y va à fond. Et troisièmement, on a besoin de notre passion. Pas seulement la passion pour le train, mais aussi pour vraiment faire la différence. Tout le monde nous regarde, tout le monde nous voit comme un atout pour le futur. Prenons cette passion et essayons de mettre toute cette musique en route. Et je vois une équipe passionnée et ça, franchement, ça va être notre force. Wij willen het verschil maken, dus moeten we ook het verschil maken met onze naam. We willen ervoor zorgen dat we een uitdrukking konden hebben van hetgeen dat we echt willen doen. Het verbinden van plaatsen, mensen en dingen. Met directe lijnen. Directe lijnen met onze partners. Directe, digitale lijnen naar de toekomst om het spoor te gaan heruitvinden. Tijd voor de onthulling. En we gaan nog één laatste gezamenlijke inspanning doen om vooraleer dat we de naam mogen zien. Innovatief. Het is een grote stap vooruit, zou ik zeggen. B-Logistics, dat was een beetje ouderwets eigenlijk. Linnea's, ja, toekomst, dus een stap vooruit. Ja. We kunnen op een andere manier naar buiten komen. Het symboliseert waar we al een aantal jaren aan het werken zijn. Dus ik vind het wel goed dat er iets nieuws komt waar we terug de klanten kunnen nog beter overtuigen waar we mee bezig zijn. Une très bonne chose, très positive. Et c'est chouette d'être dans une société où les boss viennent nous rencontrer. Et... Le nom est sympa, ça change un peu, ça va faire du bien à la société. Je pense que la nouveauté ne peut apporter que du positif.